hebben we de jaarlijkse terugkerende koekjesactie. Candy bar koekjes, ja, noem het zoals je wil. Deze keer een actie van Milka. Sinterklaas ver in de buurt, ja, oké, dat past een beetje. We vragen het aan Isabel, inderdaad, de actie dit jaar, Milka. Dat klopt. Het jaar hebben we gekozen voor Milka in plaats van de lotuskoekjes. We proberen eigenlijk elk jaar iets verschillend te doen. We hebben ongeveer 1400 koekjes verkocht. Het vullen van de zakjes is dus een tijdrovende activiteit. Vandaar dat we gevraagd hebben aan het baken om ons daarbij te steunen. Dat was inderdaad een stukje mijn volgende vraag. Hè. Een heuse karwei om al die lekkernijen in de juiste zakjes te krijgen. En dan zeg je mij dat je dat dus aan de mensen van het baken gevraagd hebt. Ja, dat klopt. We steunen daarmee ook het baken. We steunen ook de kleine dennen die dan ook sowieso een overschot krijgt. Allee, het is niet echt een overschot. We moeten aankopen in volle dozen. En we hebben altijd koekjes over. Dus die geven we dan graag aan het baken en aan de kleine dennen. Dan gaan we even kennis maken met het baken. Vertel even... Goedemiddag. U bent? Ik ben Ingrid. Ingrid, vertel wat meer over het baken. Wij zijn een dagcentrum voor volwassenen met een mentale beperking. Er komen bij ons 28 mensen en ook nog 12 mensen die logeren in het boothuis. En wij hebben met plezier deze opdracht aanvaard. Hoe intens was die karwei? Is het allemaal nog een beetje meegevallen? Ja, eigenlijk wel, want we hadden gepland dat we ook deze namiddag zouden moeten werken en zelfs morgen. Maar kijk, we zijn klaar. Je hebt je beste beentje voorgezet. Onze mensen hebben hun beste beentje voorgezet. Wij hebben de dozen gezorgd dat ze klaar stonden. En zij hebben gewoon de zakjes. Zakje nemen, koekje in, tot het einde. En wij dan klasseren. Zij zijn zeer enthousiast om zulke dingen te doen, hè? Ja, dat is eigenlijk wel een hele leuke afwisseling van onze andere activiteiten. We hebben een kaarsenatelier, papieratelier, kleiatelier. Maar als we zulke dingen kunnen doen, komen we buiten... Is het iets anders voor hen en is het ook wel altijd iets wat ze heel graag doen. Nog iets kort over die andere activiteiten dan. Wat betekent dat dan, klei, papier enzovoort? Wij hebben het kleiatelier waar we dan eigenlijk onder het logo gewoon mooi eigenlijk verschillende dingen maken. Potjes in klei waar we dan ook onze kaarsen in verwerken. En dat verkopen we ook. Dus op onze Facebook hebben we een groep gewoon mooi waar iedereen eens kan op kijken. En waar je dan eigenlijk alles terugvindt van wat we hebben. En wat je dan bij ons in het baken kan aankopen. Dat kan elke dag van 9 tot 4. Proficiat voor dat prachtig werk. Alleszins super bedankt. Okay. Maar ik heb ook begrepen dat de RKFC nog een financiële geste zal doen naar het baken. Hè? Laat mij het een cadeau noemen. Er komt er nog een cadeau aan. Dat klopt. We geven sowieso de koekjes en we geven dan ook een cheque met een financiële compensatie. Ben je daar tevreden mee? Heel tevreden. Dat is dan bijvoorbeeld voor ons, als we het einde van het jaar aan iedereen willen een nieuwjaarscadeautje geven, dan kunnen we dat met plezier van dat geld doen. Dat is dan bijvoorbeeld een kalender met elke maand de foto, een groepsfoto, met dan al de verjaardagen. En dat is zo'n kleine attentie die iedereen wel graag heeft. En dat ze allemaal sparen van wie is er jarig en dan kijken ze daar naartoe. En met dat geld kunnen we dat met plezier kopen. Super top. Super top, inderdaad.